Er waren er een stuk of 4, 5, dacht ik. En ik dacht, nou, dat kan niet, maar het zijn schoten. En mijn man zei van, lijkt wel vuurwerk of bakjes van de honden die rammelen. Ik zeg, nee, het zijn echt schoten. Ja, vreselijk. Binnen een mum van tijd, ik denk 5 minuten, hoorden we sirenes. We hoorden vrij snel daarna ook een helikopter. Ik ging kijken op social media. En ik zag al heel snel een melding van 112 dat er reanimatieplaatsen zou vinden hier bij de brandweerkazerne. Wat doet dat met u? Nou, ik moet je eerlijk zeggen, ik schrok wel heel erg. Ik ben toch wel een beetje bangig uitgevallen misschien. Maar in dit geval denk je, het komt wel heel dichtbij. Voor hetzelfde geld lopen we net op straat of rijden we er net. We waren toevallig net een half uurtje daarvoor bij de WOK geweest. Teruggekomen met de auto. Nou ja, het kan je allemaal meemaken. Je kan er mee geconfronteerd worden, zeg maar, op straat. Voelt u zich nog veilig in Amsterdam? Nou, ja, gelukkig toch wel. Maar behoudender. Het is niet meer dat je zo frank en vrij ook overal maar kunt lopen. Ook in mijn eigen buurt niet, 's avonds loop ik frank en vrij. Nee. Ook verschrikkelijk? Ja, het is afschuwelijk. Het is erger dan als verschrikkelijk. De hele wereld staat op zijn kop. En wat doen we eraan? Wat kunnen we eraan doen? Wat krijgen ze voor straffen? En ze vluchten. En ze zitten lekker ergens ver weg. En wij zitten hier met de ellende. Ja, afschuwelijk.